Waar gaan we het over hebben? Over hoe vies aan lijkt. Over jouw prachtige gebied. Ja. Eigenlijk onder zie je bij jou eigenlijk bijna niet. Nee. Als je je mond open hebt, moet je echt je lippen weghalen om de onderkant te zien. Ja, dus. Dus eigenlijk cosmetisch zal het niet zo zichtbaar zijn, denk ik, in de onderkant. Duizenden fotootjes. Even wel moeite met de pen. Dan moet ik de tong duwen. Helemaal ontspannen. Lotte, we zien hier, schrik niet mijn gebit. In de huidige stand, vertel eens. Nou, we zien wat overbeet. Ja. Dit is de huidige situatie. Ja. En we gaan een klein beetje expanderen. Ja. De buitenkanten. Zodat het front 1,5 mm naar voren komt. Sorry, naar achter. Ja, ik wou zeggen. Ja. Nog meer naar voren. Ja. Ja. En de kleine rotaties kunnen opheffen, ja. Waardoor het veel symmetrischer lijkt, ja. Wat rustiger. Ja. Alle roze puntjes zijn de duwknopjes. Ja. Ik zal even de onderkaken nog bij doen. Nou, het is ook vrij duidelijk, de onderkaak. Daar krijgen we het meeste werk aan, hè? Ja. Wat zien we daar allemaal namelijk nu? Crowding. Ja, crowding. Een beetje een V-boog. Ja. Ja. Wat meer naar de U-boog. Ja. Nou, het is makkelijker schoon te houden. En, ja, en dus daar moet wel wat geslepen gaan worden, want dat zijn die cijfertjes. Ja, hieronder. Een halve millimeter tussen twee tanden. Dus dat betekent een kwart millimeter per tand. Ja. Je ziet ongelooflijk verschil. Dat is ook het mooie van die animaties, hè? Klopt. Ja. Wat er allemaal kan. Want je ziet ook dat aan de onderkant de tanden lijkt wel een beetje naar beneden geduwd worden. Ja, ja. Ze stonden helemaal omhoog geperst eigenlijk door de ruimtegebrek. Ja. En dit wordt een behandeling van 10 maanden, zeg jij? Ja. Maximaal. Dit is 20 bitjes, 9,5 maand officieel. Okay. Ja. En dan om de 2 weken wisselen. Ja. Ja. En dit is ook haalbaar. Zeker. Ja. Ja. Ik denk dat het heel mooi zal worden. Het allemaal eraf spoelen. En het lampje nog een keer. Kijken. Hier zit een heel
kleintje. Die hoort zo. Kan er in. Nee, het is echt super klein. Hier zit een kleintje achterin. Ja. Hoort het bezig niet? Het voelt heel ruw aan. Het is alsof je heel veel viezigheid op je tanden hebt. Beugel in doen. Eerst bij de voortanden. Ja. Beetje zoeken. Beetje buigen. Zie je, die klikt mooi. Zit fantastisch. En onder ook. Zo. Best wat knopjes, dus in het begin is dat best lastig. En hier heb je een kies die helemaal naar binnen staat. Uh-huh. Daar moet je hem echt overheen wiebelen eerst. En dan pas kan hij naar de buitenkant. Je mag hem flink op bijten. Lekker kracht zetten. En ik laat één keer zien hoe hij uit moet. Dat mag met twee handen straks voor de spiegel aan de binnenkant een randje zoeken. Zo, en dan los trekken helemaal. Nou, jij wilt weten hoe dit eruit ziet. Ja, zo dus. En het voelt als dik plastic kapjes. Je moet goed articuleren, want anders ga je slissen. Maar het is wel te doen. Het is... volgens mij valt het wel mee. Ik heb nog niet zoveel gepraat. Ik merk wel dat er veel randjes aan de binnenkant zitten. Je gaat wel slissen. En die gaan volgens mij wel irriteren als je veel praat. Dus, maar goed, ik heb een nagelveldje. En dat moet ik maar gebruiken om het een beetje zachter te slijpen. Nou, ik hoef pas over 3 maanden terug te komen. Ik heb een hele batterij met... van die bitjes meegekregen en daar moet ik het mee doen.